Duurt dat gewoon heel lang voordat ik dat zie? Of nee, je weet het niet. Zoeken, look at this girl. Fucking hell. Ja, is lekker. Godverdomme. Oké, okay. Ja, zou het wel moeten doen, zou je zeggen. Maar... Ghost mode. Is dat zo aan en shit? Zou wat moeten doen, zou je zeggen. Het werkt dan weer wel. Waarom werkt het via de app dan niet? Snap je dat nou? Snap er niks van. Oké. Okay. Moet ik iets doen? Volgens mij moet ik iets doen. Dit is hier, heb ik verder niks meer aan. Kom. Uit. Twitch app. Doe wat ik wil, alsjeblieft. Zou ik zeer op prijs stellen. Dan kan ik namelijk de fucking chat niet zien, hè? Oh, kijk eens. Oh, kan ik dan wel gewoon inloggen? Even kijken. Oh dear. Dan hoor ik mezelf. Dat is heel vervelend. Kan ik dat... Nou, ik in ieder geval wat de microfoon er doet. Dat dan weer wel. Chat only of zo? Chat only. Chat only. Appli. Kan ik dan ook nog wat tikken? Oh, good lordy. Nou ja, oké. Okay. Alright. Is het nog wel wat harder? Zo. Hey, Anno Wins. The fuck? Wat doe jij op een maandagmiddag? Moet je niet werken of zo? Op school of. Oh nee, ja. School dan waarschijnlijk natuurlijk. Hey Lily. Ik dacht dat je school had, Lily. Je zei toch dat je iets van een ding had. Oh, je bent net terug van school. Oh, dat kan ook. Dat kan ook. Ik zie nou de chat dus op mijn iPad naast me. Je kan het ook in screen doen. Maar dan word je scherm kleiner. Dat is best wel shit. Kan ik dit overslaan? Prachtig. Dat heb ik namelijk allemaal al gezien. Ik heb al wel geteld 1 minuut gespeeld. Dus ik mis nog niet zo heel veel. Hoe jong denk je dat ik werk al lang fulltime? Hoe oud denk ik dat ik hier ben? Ja, jong 20 toch? Sommige mensen studeren al 10 jaar of zo, weet ik veel. Dus mensen stoppen met een studie of doen een tweede studie. Iets belachelijks. Belachelijk. Studie is niet belachelijk. Studie is nooit belachelijk. You know how to use that thing. Wat? Echt waar, ben ik dan helemaal hier?
Die klinkt echt wel anders. Ja, dat is de headset van de... Dat is een andere headset, hè? Ik heb niet mijn eigen microfoon. Het spijt me. Oh. Het was schieten. Wat was ik dan ook alweer? Ik moest gewoon wegkomen hier, geloof ik. Ik geloof dat het idee was. Een of andere bol die heb gezien dat ik in leven was en ik moet iets... Oh god. Ik moet iets doen. Voor de rest weet ik helemaal niks van Destiny. Microfoon cracked. Dan kan ik hem... Ik kan hem zachter zetten. Hoe deed ik dat ook alweer? Kijk hoor. Dat kon ik dan toch hier doen? Er wordt alleen audio van de microfoon uitgezonden. Dat is prima. Ja. Hij is heel veel aan het schakelen. Geluid en scherm. Nee, die moest ik niet hebben. Apparaten. Audioapparaten. Microfoonniveau aanpassen. Ik zet hem dan helemaal laag. Oh, ik zie het. En ik hoorde het ook. Ik kan hem zo laag mogelijk zetten. Dan tikt hij niet. Want dan gaat hij inderdaad gewoon te hoog. Dan wordt hij te hard. Dan klikt hij. Dan klikt hij dus. Dus als het goed is nu niet. Bevestigen. Terug naar game. Mag dat? Oh ja. Alright. Ik ben teruggekeerd naar de applicatie. Dus de audio van de microfoon. Als van de gameplay wordt uitgezonden. Oké. Okay. Alright. Let's do some Destiny. Het vervelende is dat ik dus mezelf nou niet hoor. Dus ik heb geen eigen monitor. Wat ik eigenlijk altijd gebruik. Oh. Wat ik gewend ben met mijn eigen microfoon op de PC. En hoor ik mezelf. Dan kan ik checken hoe mijn audio is. Ja, heb ik hem? Mooi. Dit is allemaal nog tutorial hoor, zover ik weet. Oh jeez. Good lord, oké. Ik geloof dat ik de mesknop heb gevonden. Ja. Nice. Oké. Ik ook nog ziet als bukken. Springen, bukken. Wat is dit? Dit is niks. Wat is dit? Dit is ook niks. Dit is messen. Headshots doen niet meer damage. Geen idee. Ja, je kijkt de chat op de tablet. Je kan hem op je PlayStation ook wel aanzetten. Maar dan heb je dus minder beeld. En ik heb het idee dat ik me daar heel erg snel aan ga storen. There's more ahead. Keep it up. Dan wordt je beeld dus een slag kleiner. Dan heb je rechts een beeld, zie je de chat. Ja. Ik weet niet dat je een optie hebt dat je dat op second screen kan doen ofzo. Nee, die optie heb je niet. Ik heb het wel gevonden trouwens. Ik heb een specifiek zitten zoeken. Ik kan nou alleen niet zien hoeveel... Loot cache. Let's see what's inside. Loot cache? Alright. Oh shit! Wat heb ik? Guns! Special weapon. Special! Oh! Kan ik... Oh shit! Ah! Sniper! Oké. Okay. Is dat mijn special weapon? Oh, kut. Chip mines! Don't touch them! Alright. Wat is een... ik kan dit doen. Unable to summon. Cannot summon at this location. Leave game. Oh, dat kan ook nog via dit. Fight through the wall. Find a way to escape. Dit is je... Ja, wat is dit? Dit is je hulpding. Je guardian of zo. Geen idee. We moeten in ieder geval bukken. We moeten daarheen. Dat blinkende ding. Oh shit! Daar niet in lopen. Oké. Dat vind ik niet vervelend dat er ineens schot doodgaat. Dammit. Dan weer een beetje winnen. Spelen met een controller. Hop. Bastard. Nou? Ja?
Oh, dat is een soort sensor ding, dat is je radar linksboven. Hop! Hij laat bliepjes zien. Oké, okay, weten we dat ook? Elk magazine is 4. Hoeveel kogels heb ik dan? 5 in totaal. Wauw. Dat is lekker veel. Ik kan gewoon eventjes met dit wapen blijven doen. Als ik meer ammo heb gevonden. Met hem. Wauw, mijn aim is wel on target vandaag. Ik heb wel veel collega's die deze games op de PC, op de PlayStation spelen. Ja, die zijn natuurlijk al level 300 of zo. Oh god. Ik heb nog even wat te doen. Level up! Oh! Dat is nice. Die levelt hierin natuurlijk. Geen idee hoor, dat upgrade unlocked. Oeh. Oh. Hop! Stabby stabby! Zit die sukkel? Er staan er meer dan één. Oh god. Een dichte... Oh. Waar is mijn health bar? Daarboven, is dat mijn health bar? Hoop het niet. Ja, 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 dat is mijn health bar. Dat is mijn shield waarschijnlijk. Hoppa! Wat zijn dit? Zijn dit... The fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there. Let's hope there's something left out there. Maar hoe kan ik nou mijn... hier. Options. Level 2. What the fuck is dit? Gunslinger. Lone wolf who lives for the perfect shot. Oh ja, ik ben dus een gunslinger. Subclass. Blade dancer. Beautiful lethality. Relentless style. Requires level 15. Oké, okay. Als ik hierop klik, moet ik dan upgrade. Oh. Ik kan alleen maar dit kiezen. Incinerator. Oh, grenade. Binds to L1. Dat is dit hippe toppe tippe ding. Ik moet dan... Dat is de enige die kan upgraden, toch? Nou, doe maar. Doe maar upgraden. Oh, dit zijn je andere. Oh, kijk eens. Double jump. Nice. Golden gun. Summons a flaming pistol which disintegrates enemies with a solar light! Throwing knife! Nice! Nice, nice, nice. Okay, Alright. Swarm grenade. L1 dus. Ik heb nou grenades. Hoeveel grenades heb ik? Weet ik niet. Oh, 2 waarschijnlijk. Dat tweetje wat daar staat, dat zal voor de grenade zijn. Prima. This was an old cosmodrome. There's gotta be something we can fly out of here. Incoming! Ja, yeah, oké. Okay. Oh. Oh, daar. Heb je zoiets als dekking of zo? Nee, inderdaad. Moet ik daar bang van zijn of? En dat ook hoor. Fallen ships, this close to the surface. Move! Wow, great acting. Move, oké. Okay. Fight through the fallen. Oké, okay, dus ik moet nog steeds meer gevechten. Het ziet er niet uit dat ik op mijn gemak een sniper rifle kan gebruiken. Dat maar niet dan. Oh god. Hey guy! Oh! Oh shit, zeg het op! Je kan een slide maken. Oh shit. Oh god, weet ik veel. Ik wist was niet te doen dat ik een slide. Oké. Oeh! Alright. Die radar gaat helemaal uit zijn naad, man. Oké, er zijn er veel. Hoeveel ammo heb ik hiervoor? 8. Wauw. Echt niet zoveel. Kom eens hier. Hoe is het? Hoe staan? Juist. Thank you. Snipen met een controller. Give me a fucking break, zeg. Oh, kijk eens. Wat? Niet in één keer. Oh, no.
couple of bullets. Alright. Ik weet niet waar de rest is. Zal ik gewoon terugslaan naar dit ding? Kan ik hier? Ik kan vrij hoog springen. Ze zitten hierin. Huh? Kan ik hier? Ja, dat kan. Ja, kom jij eens hier. Blade Dancer. Zijn volgens mij ook van die hunters, of niet? Je moest aan het begin moest je een class kiezen. Dat heb ik niet meegenomen in de stream natuurlijk. Je moest een class kiezen. Je kon kiezen tussen een tank guy. Een mage guy. En een hunter. Een rogue guy. En ik ben een rogue. Ik ben een hunter. Die doet het met daggers. Holy shit. Die doet het met daggers en... sniper rifles. Ja, ik weet niet. Lijkt me wel... ik denk, waar ben ik nou echt slecht in? Ik ben ontzettend slecht in sniper. Dus laten we sniper class nemen. Ik hoop dat ik hier nog wel meer ammo voor ga vinden, want dit is wel een beetje sad. It's fucking... It's my special gun. Shit. Ik begin... Oh! Die zijn heel vervelend. Die zijn in elke game vervelend. Alles wat vliegt, wat op je schiet... Is het? Ben het in elke game? Zit er nou nog één daar? Oh wacht, ik heb een grenade! Die was ik vergeten! Hier! Catch your grenade! Gaan ze daar heel erg dood van? Oh, het is fire damage. Hier weg. Level up, you can upgrade one of your abilities. Dat had ik toch al gedaan? Ja, drol, dat had ik al gedaan. Ook al gedaan. Wat zit je nou? Dus ben je lekker laat mee. Heb ik niks aan. Picking up signs of an old jump ship. Could be our ticket out of here. Steeds maar één. Find the ship. Could be our ticket out of here. Zit je niet altijd op dezelfde planeet dan? Ik dacht dat dat de deal was. Ik weet zo weinig van Destiny. Ik ben niet heel snel op die hype. Wagon gesprongen, sowieso omdat ik het niet kon spelen. Oh hier, grenade! Grenade? Ja, fuck! Gaat dit kapot? Is het glas? Wat is dit? Oh, dat is al kapot. Hier, grenade. Waarom kan ik geen grenade gooien? Fuck! Ik mis iets functioneels, geloof ik. Oh, nou is die groen. Nou kan ik wel gooien. Nee, nog niet gooien. Wat de hel? Waarom kan ik geen grenades gooien? Is het dan toch niet die twee? Ik dacht... Oh, ik ben level 2! Die twee, dat is helemaal niet het aantal grenades. Waar kan ik... Waar de fuck kan ik dan het aantal grenades zien? Oh, rechtsonder zie je een toetertje van mijn... voice activation. Ah, en daar kan... Oh, hallo. En ik zie dus ook dat ik nu 5 ammo dingen heb voor mijn sniper. Dan zou ik alleen ook nog graag willen zien hoeveel grenades ik heb. Nice. Schiet wel goed hoor dit trouwens. Hier is niet zoveel mis mee. Oh. Nice. There you go. Is het nog een beetje te kijken of niet? Zoveel mensen zijn er natuurlijk niet, had ik ook niet verwacht. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon op een schooldag zou zijn. Maar het is waarschijnlijk... fucking mijn vakantie, toch? There's a ship. Clear him out. Ja. Clear him out. Yeah. Oh, 9. Ammo voor mijn sniper. Auw. Fuck, idioot. Sniper. Waar zit die? Hij zit erachter. Kids reload. Onder nou. Oh. Hij zakt opeens naar beneden, zeg maar. Hoe snel kan je achter elkaar schieten met dit ding? Zo tenminste arm. Goed genoeg, denk ik. Links onderin staat je grenade en die laat dus...
bij. Je hebt oneindig, maar je moet wachten. Links onderin. Oh, het icoontje. Je hebt er gewoon één. Ah, oké. Okay, thank you. Right, right, right. Hier, hop. Ja, icoontje. Oké. Geluid nou beter trouwens? Ik denk zolang ik niet al te hard praat, dan is het wel goed. Maar hij staat bijna op zijn zachtst. Die Astro headset is gewoon vrij hard. Maar daarom wilde nu ik ook heel graag gebruiken. Sowieso is het geluid door de headset heel erg goed. En de microfoon is iets beter dan echt heel erg slecht. Maar je hebt geen webcam dus, hè. Dan moet je zo'n PlayStation Happy Flappy cam kopen. Die is volgens mij 100 euro of zo. Kijk, als ik nou echt heel veel kijkers zou hebben of zo, voor streams, dan zou ik het daar nog wel voor over hebben, maar... Alright. Laten we eerst even kijken wat ik van Destiny vind. Oeh. Cinematic. 6 mensen. Oh, wacht. Dan kan ik het... Oh, dan gaat het ook weer weg. Been here a while. Okay. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the Fallen haven't completely picked it clean. Will it fly? Ja, ik kan hem wel helpen zetten misschien. Hij staat al niet zo dicht bij mijn mond eigenlijk. Hij zit er ook niet recht voor. Het is ook puur de gevoeligheid van de microfoon die vrij gevoelig is. Ik moet gewoon niet zo brullen. Ik kan hem al iets zachter zetten geloof ik, maar... Ik zal als ik ga eten, dan kan ik de stream terugkijken. Kan ik het zelf horen. Nu hoor ik hoe vaak het gebeurt en wanneer het gebeurt. Een beetje vervelend als je zelf niet kan horen. Bringing you in. Alright. Oh. Oké. Okay. Mag ik zelf ook vliegen met dat schip? You can come back for them when you're ready. Let's get you home. Ik zal het deurtje van de... Oh, moet ik opstaan. Ja. Ik ben erachter gekomen dat de PlayStation ook best wel een beetje warm wordt. Right. Activity Awards. Wat kan ik daarmee doen? Rewards. Arcadia Class Jump Ship. Oké. Okay. Prima. Advancement. Oh. Incendiary grenade. Er zit een plusje bij. Kan ik daar wat mee? Dat heb ik er dan gewoon bij gekregen. En de volgende is double jump. Right, upgrade. Oké. Okay. Mission summary. Zijn we weer? Zijn we hier? Oh, kijk, dan zie ik mijn eigen toetertje. Toeter. Ik ben ook bang dat als ik hem nog zachter zet, dat hij dan helemaal niks meer oppikt. Kan ik. Hoe deed ik dat ook alweer? Dat deed ik dan zo. Nee, ik moest hem ingedrukt houden. Dan kon ik geluid en apparaat aanpassen. Nee, dan moest ik niet hier zijn. Ik ben gewoon weer een heel klein beetje dom. Ik moest dat toch hier doen. En dan bij apparaten. Audioapparaten. Microfoon even aanpassen. Ja, het is. Heel veel zachter kan hij niet. Oh. Oh. Hij is... Ja, hij tikt inderdaad wel snel. Ik moet gewoon niet zo hard praten. Als ik hem harder zet. Oh. Hallo? 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 Nou, dat maakt met tikken niet zoveel uit. Ik moet gewoon niet zo hard blaren. Interesting. Is het toch de microfoon zelf die tikt? Oh fuck. Draadjes. Ah. Okay. Ook nog overschakelen. Dit ding. Is helemaal kut. Nee, dit is beter denk ik. Ja, dit is beter.
Oké, niet te hard bladeren dus. Ik ga het proberen. Ik beloof niks. Zou net zo goed verkeerd kunnen gaan. Ik kan wel iets harder zetten. Oh, kijk, ik kan echt. Tering hard. Oh, oh. Jammer dat je die gevoeligheid niet kan aanpassen. Ja. Ja, het is. Hij tikt een beetje, af en toe. Hij is te hoog. Zo is hij te hoog. Zo is hij te hoog. Zo is hij goed. Laat hem hierop staan. Zo, vestigen. Volumebediening, hoofdtelefoon. Dat doe ik niet. Zo dan, zo dan. Een gezeikerde geluid. Ja. Ik ben een beetje een zeiker. Dat is niet. Hallo? Ja, daar zijn we weer. Je bent teruggekeerd naar de applicatie, dus audio. Gaat het beeld dan ook in de stream weg of niet? Ik denk het niet, hè? Nou ja, advanced. Continue, please. Moet ik hem ingedrukt houden? Oh. Oké. Okay. Dat is nieuw. Jim, hoe was je dag? Een halve dag gewerkt. Ik heb alleen vanochtend gewerkt en ik ben vanmiddag met Iska naar de dierenarts geweest, want die had een nare tekenbeet dat al 2-3 dagen dik was. Maar dat was verder oké. Okay. En toen heb ik mijn headset aangesloten. Ik had het kabeltje binnen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga Destiny spelen. Dan kan ik gelijk mijn geluid testen en de PlayStation stream testen, kijken of dat leuk is, of dat werkt, of dat de kwaliteit, ja, kwaliteit kan ik ook niet zoveel aan doen, als het goed is, de kwaliteit oké. The only place the traveler can still protect. It took centuries to build. Now, we're counting every day it stands. Okay. And this tower is where the guardians live. Okay. Doe ik daar nog verder nog wat mee? Woont Jessica nu bij jou of zo? Jiska, oh, hij bedoelt Jiska. Ik heb twee honden, Jiska en Bluey. Er zijn wel meer mensen die verstaan Jiska als Jessica. Ik weet niet aan welke Jessica jij denkt. Hey Jiska, ja. Jij bent niet Jessica, hè? Nee. Nee, heet het. Nee. Naar de bult op je hartjes, hè? Ja. Nee, wijfie. Ja. Oude meut. Nee, 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 nee. Niet springen. Nee, zeker niet bij die. Gaat. Oh, godver. Hij is laag. Kom. Laag. Laag, 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 laag. Zo. Zo. Aardig van jou, Jessica. Zomaar voor hem opzij. Dat vind ik fijn. Heel erg. Welcome, Hunter. Sayite 6, the mentor of new hunters arriving at the tower, can help you with some equipment. Oh, en dit zijn dus gewoon people. Ik zit ook opeens in third person. En ik kan dansen, dat weet ik wel. Zwaaien en zitten. Helemaal de shit. Dan weet ik niet of dat hij mij nou kan horen als ik praten ben. Vast niet, toch? Hey guy. Hoor je me? Can you hear me? Can you hear me talk? Hoop het niet. Ik moet naar de groene ding. Zal wel je trainer guy zijn.
Ik zit niet op de grond, ik zit gewoon in een stoel. I've seen the best, Guardian. Do you think you can match them? No thanks. Level 2, kom op jongens. Hier lopen wel heel veel mensen rond. Zie je allemaal stipjes? Zijn dat echt people? Oh nee, dit zijn NPC's. Holbewoner. Fuck you, hè. It's not... Roach? You ready to get out there? Welcome to the fight. Wat moet ik doen? Try this. Fire is level 4, level 6. Ik kan niks kopen, dankjewel. Fire is level 20. 20 is max, denk ik. Ik denk dat level 20 max is. Element of the shifter. Wat leuk. Wat kan ik verder bij doen? Ik kan wel iets bij doen. Ik heb geen andere helmet. Ik heb wel andere chest armor. Oh shit. Ja joh, waar had ik dat vandaan? Ha, loot. Awesome. Oh! Fire is level 3, Fire is level 3. Ik heb twee andere guns. Sniper rifle heb ik niet, ander. Oh. Oké, okay. Wat is dit? Dat is mijn ship. Oh, die staat er ook dus. Aspect of the blood, dat is mijn emblem. Niemand weet wat een emblem is. Dit is volgens mij gewoon een vendor, die moet ik dus niet hebben. Gunsmith. Ja, waar moet ik dan godverdomme heen? Oh. Heb ik er voorbij gelopen? Of moet ik gewoon nog verder lopen? Oh. Oh. Dat puntje verplaatst de hele tijd. Dat is heel vervelend. Christ. Hallo? De trainer zit lekker dichtbij. Oh, kijk eens. Eindelijk. Hallo. Let's get started. Yes. Choose a weapon. Guardian. Een hand cannon, een scout rifle, een pulse rifle of een auto rifle. Hand cannon. Ugh. Ward calm techniques and sharpshooting. The Mark 10 Duke is a well-balanced example. Semi-automatic rifle. This is a marksman design built for precision. Okay. Dit is een bursting. Nou, ik neem nooit een bursting. Bursting sucks. Sucks balls. Dit is full automatic. Damn. Dit is wel heel cool. Zal ik dit proberen? Dat zijn details. Oh. Fuck me. Dat is wel heel tof. Maar dan heb ik dus alleen maar een sniper en een handgun. Maar dan hè? Oké, en dan? There are a few weapons that Benji has not seen and fewer. Still he cannot fix. Moet ik hier wat mee? Stop refresh. Until next time. Whip weapon. Oh, right, nou leren ze dus hoe je je wapen kan. Right. Hand cannon. That is kinda cool. Report to the ship right. Check on icon on your. Oh, here. Get arrows on the hook. Dit is wel heel erg MMO-achtig. Dat is op zich wel heel erg leuk. Hierin. En dan moet ik hierin. Wee. Dan moet ik hier naar boven. Idoki? How these look to you? The fuck hoor ik? Fix this one up myself. Kan ik andere... ik weet niet wat ik allemaal hoor, maar...
Oké, okay, ik kan toch verder niks kopen. Thank you. Maar als ik een nieuw schip wil hebben, dan moet ik het bij haar doen. Prima. En nu? When you're finished in the tower, press. Oh! Hold to go to orbit. Ik weet ook niet waar die muziek vandaan komt. Een flauw idee. Oh. Als het klikken van de microfoon nog steeds vaak gebeurt, dan moet u het even zeggen. Al denk ik niet dat ik er echt iets aan kan doen. Basic. Set destination. Oh god, ik moet echt naar dingen vliegen? Moet dit? Invite friends. Oké, okay, hier kan je dus een party maken. Oké. Okay. Dat heb ik ook nog. Set destination Earth? What the fuck is dit dan? Dark below. Expansion required. Oké, dit is dus gewoon de. Ja, je moet dus gewoon. Klaar. Dan moet ik. Laten we hierop klikken. Fire team, 1 to 3 players, cooperative. Return to fallen territory and hunt parts to restore your ship's ability for interplanetary travel. Launch. Ik wist niet dat je echt een andere planeten kon vliegen. Moest vliegen. Ik heb een stom schip. Maar ja. Het schip was gratis dus. There is so little left out here. We were lucky to even find this ship. A guardian can't do much to protect the city with that one. But it needs a warp drive if we ever hope to fight beyond Earth. And that Cosmodrome is the only place I know where we might still find one. We survived the Fallen once. We can do it again. Okay. A Guardian ship was recently shot down here. If the Fallen haven't gotten to it, there might be parts we can salvage. Press to see if we're protected. Okay. No. Oh, er loopt er een. Level 32. Maar als hij level 32 is, wat de fuck doe ik hier dan met mijn level 2? Gewoon op zijn gemak aan het losgaan of? Hij is level 32. Ik neem aan dat ik hem niet kan helpen. Ah, daar moet ik heen. Blinky blinky lighty lighty. Deploy ghost. The ship's avionics are completely catatonic. But I can call their last transmission. Okay. They managed to restore an information hub here. Down in the tunnels below. We should check it out. Ik weet niet wat ik hem moet. Oh, daar. Overeind te kijken. Hand cannon. Hoe heet die boerenlul? Ik denk dat het een Nederlander is. Hoop ik. Moet ik hier nou binnen zijn?
Ja, moet je binnen zijn. Oké. Okay. We zijn level 2, mooi dus. Nice. Hij schiet wel hard dus. High impact, stop. Fuck, hij schiet hard. Lekker man. A map of the entire area. Oeps. Mooi guys. Ben je er allemaal geweest? Go ahead, you man. So we can jump to any planet or moon. What? We need to find a support for us. Yeah, yeah, yeah. Hadden we toch al bevestigd dat we dat nodig hebben? Moet het om de havenklap gezegd worden dan? Fuck. Yeah, let's go. Volgende punt. Neem aan dat ik nou weer omhoop. Hierheen moet. Denk ik. Hierheen moet? Kut, herladen. Ja. Hey dude. Oep. Hey. Wat is dat? Kan ik het oppakken? Special ammo full. Oh. Groen is een special ammo. Oké. Okay. Friendly. Oké. Okay. Moet hierheen. Wat doet een level 32 hier? Is dit... Oh, wacht even. Pak hem misschien wat handiger aan. Oep. Echt scannen waarmee ik... beter kan zien waar die dingen zijn. Oh shit. Dat voor mij? Helemaal dat het level 32 is. Alright. Voor mij is dat die berenlul. Ook niks meer dat hij zo heet. Wat is dat? Oeh, shit. Is dat een schip? Oeh. Game is niet lelijk. Cool. Mag ik ook wel terecht worden? Oh god. Oké. Oh, zit gewoon een deur in. Kijk eens. Bloed. Ik heb iets waarvan ik niet weet wat het is. Oh, snel kijken. Chest armor. Oh, het is arm. 13 naar 16, oké. Okay. Wel een betere helmet? Nee, niet echt. En je kan het ook op je guy zien. Oh, je kan hem nog draaien ook. Fuck, dat is cool. Oké. Okay. Was ik al level 3? Nee, hè? Ik had toch ook... Ik kan wisselen, als ik dat wil. Voor even mee. Maar dit doet 20 attack, 31 attack. Oh, dit is ook een hand cannon. Level 3 hand cannon. Oeh, my. Ik snap de game niet. Game is... Oh, hallo. Denk aan een gewone MMO. Denk aan World of Warcraft. Maar dan in een shooter. Dus het is gewoon een shooter MMO, net als World of Warcraft. Je levelt... Je doet missies, je pakt loot en je bouwt je character. Met skills, met levels en met gear. Looten? Loot. Scanning for the warp drive. Als je World of Warcraft kent, dan ken je deze game. Maar dan met schieten. In fallen hands. Dat was dus ook net die stad die je daar zag. Dat waren gewoon allemaal andere spelers waar je items kan kopen, items kan upgraden, rotzooi verkopen. Ik weet niet wat er gebeurt. Respawning. Wat is dit? Wat gebeurt er? You have entered the darkness. Dat vind ik niet zo leuk. Wat gebeurt? Gebeurt het altijd? Hier wat onder? Wil ik daarbij? Moet ik te pakken? Nee, ik pak hierbij. Hey, Betty. Oeh, shit.
Kom vechten dan. Oeh. Oké, dat doet best wel zin. Dat doet best wel zin. Kut. Met hem. Dit is nog best wel moeilijk soms, hè? Sowieso is het mikken natuurlijk al lastig genoeg. Staat er wel nog steeds één? Staat hij dan? Hé, hey, sukkel! Jawel. Dat was wel raar. Okay. Barry van Leeuwen, oh shit. In the walls. Wie ben jij? Is dat een bad guy? Oh. Dat is een hele grote guy. Hij doet heel erg veel damage. Jezus, ik doe amper damage op hem. Misschien zo. Ik doe me ook heel erg denken aan Borderlands. Okay. Het speelt beter dan ik dacht. Oh, ik dacht dat het wel... Namelijk om de MMO-elementen zou gaan wat goed aan deze game te zijn, maar schiet erg lekker. Mission complete. Zie je, dit zijn gewoon quests, missions. Ah, ze noemen het missions. You just killed an Archon, and we got a warp drive. This could cripple the Fallen. We need to go see the speaker. Oké. Okay. Moet ik dan specifiek heen of mag ik roamen? Ik loot zoeken. Moet je daar naar zoeken of is het vrij obvious waar het is? Ik heb hier nog niet echt. Oh. Blijkbaar was dat het. Gaat lekker, Jim. Ja. Ja, gaan we naar de auto tot bijna 5 uur. Bijna tijd om eten te halen. Wacht. Wat is dit? Kan ik hier dan nog iets anders zien? Ik heb bijna mijn double jump. Dat is wel heel erg Halo-achtig. En heb ik nog iets anders? Mission reward? Ja, dan zie je alleen maar mijn score. Dat is lekker belangrijk. Mission reward. Oh ja, ik heb een level 3... Right. Zodra ik op 3 ben, kan ik het ding gebruiken. Ik denk wel dat ze allemaal 6 bullets hebben. Dat is wel jammer. Handguns 6 bullets. Suggestie voor eten: ravioli, pizza of lasagne? Lasagne. Er is. Het is heel lang geleden pizza, of, dat ik lasagne op heb. Oh, lasagne. Pizza ben ik dus fan van, ravioli ook niet zo, maar lasagne is nee, niet vervelend. There was a time when we were much more powerful. But that was long ago. Until it wakes and finds its voice, I am the one who speaks for the Traveler. You must have no end of questions, Guardian.
In its dying breath, the Traveler created the ghosts to seek out those who can wield its light as a weapon. Guardians to protect us and do what the Traveler itself no longer can. What happened to it? I could tell you of the great battle centuries ago. How the Traveler was crippled. I could tell you of the power of the darkness, its ancient enemy. There are many tales told throughout the city to frighten children. Lately, those tales have stopped. Now, the children are frightened anyway. The darkness is coming back. We will not survive it this time. Mm-hmm. Its armies surround us. The fallen are just the beginning. What can I do? You must push back the darkness. Guardians are fighting on Earth and beyond. Join them. Your ghost will guide you. I only hope he chose wisely. I did. I'm sure of it. We're in this together now. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal heb gevolgd wat hij nou allemaal zat te zeggen. Bla bla, slecht komt eraan, darkness, gaan allemaal fucking dood. Zoiets. Star Wars. Denk Star Wars. Is dat niet een beetje standaard? Nee, verder niet. Het speelt lekker. Voorlopig speelt het best geniaal. En ik kan streamen. Ik zal straks eens naar de stream zelf kijken hoe de... Hoe het kwaliteit... Wacht, kan ik nu zelf ook... Oh, nou klik ik mezelf weg. Dat is Wat dik. Dude. Kan ik niet... Ben ik nou mijn eigen channel weer kwijt? Oh, hier zo. Zou de god voor de domme niet afspelen? Hier zo. Zou ik mezelf horen dat ik me heel hard zet? Hallo? Oh. Ja, dan moet ik wel praten natuurlijk, anders hoor ik mezelf nog steeds niet. Ah, dat klinkt best goed. Zolang ik niet te hard praat, klinkt het best goed, toch? Niks mis mee. Er zit wel een vertraging op van ja, nog steeds best wel lang. 4 kijkers, wauw. Dat is chat only. Apply. Nou ja, dat is ook door de weekse dag. Maar kwaliteit is best oké, hè? Zal ik dit vanavond gewoon verder doen? Ik denk dat ik hier gewoon vanavond mee verder ga. Na het eten. Wat vind je daarvan? Lily, mag dat van jou? Lily? Nee? Ja? Nee? Lily? Ik ben wel benieuwd waar dit heen gaat. Set destination. Krijg ik nu ook andere destinations omdat ik nou een warp core heb? Niet echt, hè? Wat is dit? Dark Below. Dan heb je die expansion nodig. Dus dat doen we niet. Ik kan terug naar de tower. Ik kan naar Earth. Oh. Die heb ik gedaan. Moet ik die doen? For hidden power. Warmind, hard. Level 4 story, level 3 story. Zo ga je die punten af. Maar ga je daarna echt naar andere planeten? Dat vind ik nogal wat. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het allemaal een futuristic planet Earth iets was. Een castle? Ik weet niet wat dat inhoudt.
Die expansions zijn alleen belachelijk duur. En het is weinig extra's geeft het. Volgens mij is dat pas een toepassing als je... Als ik nee zeg, zou je dan luisteren? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, dat zit er niet in. Nee, maar ik weeg het wel heel even af als iemand nee zegt. Ik bedoel, je bent toch 25% van de kijkers die even zijn mening deelt. Moet je altijd even rekening mee houden. Wie zijn er dan nog meer? Ik zag dus Lily. Oh, Nightbot is ze. Echt waar? En Barry. Dat was het. Ik ben er, Lily, Nightbot en Barry. Wauw. Wat? God, wat klik ik mezelf weer weg. Alles gezegd dat ik een verschrikkelijke homo ben. Dan met homo bedoel ik in dit geval sukkel. Apply. Jammer dat ik de stream niet terug kan kijken op de iPad. Dat is niet compatible met die iPad. Maar ik kan hem wel uploaden naar YouTube. Zal ik dat doen? En dat ik hem zo dan gelijk laat uploaden naar YouTube. Stop ik nu? Het is 5 uur geweest, hè. Ja, ik denk dat ik de honden ga uitlaten en wat eten. En dan ben ik er rond 1 uur of 7. Dan gaan we verder met Destiny. Wauw. Good stuff. En ik kan de chat zien. Dus. Voor mij werkt het wel. iPad is nog 50%. Mooi, man. Ja. Dan stop ik. Hoe stop ik met streamen? Stekker eruit trekken. Share. Ah. Je hebt de applicatie verlaten, dus wordt er alleen maar audio van de microfoon uitgezonden. Oké. Dat is prima. Videoclip uploaden. Dat hoeft dan dus niet. Hier heb ik uitzendinstellingen. Kan ik dat nu nog aanpassen? Geavanceerde instellingen. Microfoongeluid opnemen. Party audio opnemen in de uitzending. Oh. Bericht aan kijkers en opmerkingen van kijkers weergeven. Dat heb ik dus uitstaan. Anders wordt mijn beeld kleiner, dus dat wil ik niet. Opmerkingen weergeven. Oh, kijk, dan kan ik terugkijken naar de chat. Nou ja, zeg. En dan? Als ik daarop klik, wat gebeurt er dan? Er gebeurt er helemaal niets. Stop options. Oh! Ik kan jou muten. Ik kan jou via de PlayStation muten. Ah, vind ik funny. Oh, hier, stoppen met uitzenden. Zodra ik daarop klik, dan stopt die gelijk. Ik ga het vanavond 1 uur of 7 ben ik weer terug. Dan gaan we verder met Destiny. I'm enjoying it. Behoorlijk. Mag ik wel zeggen. Ik ga daar vanavond mee verder. En ik upload dit wel naar de YouTube. Dan heb ik een uurtje shit ook weer eens een keer op YouTube staan. Waarom niet? Alright. Anyway. Losballos. De groeten. En eet smakelijk voor straks. En voor allebei de mensen die er dan ook zijn, die... Tot vanavond dan, 7 uur. Ja, misschien is de YouTube al geüpload voor 7 uur. Misschien heb ik dan 1 of 2 kijkers erbij. Oh, man. Ah. Ja, eigen schuld, dikke bult. Oké, okay, bye bye.